een zusterstrijd in Horen. En ja, Lisa, toch jij de sterkste. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dit is natuurlijk echt zo mooi. Ja, überhaupt een kopgroep rond en dan dat je dat samen met je zusje mag doen. Ja, dat is fantastisch. En Lausanne, voor jou de allereerste keer hè, op het podium. Ja, zeker. Eerste keer podium. Dat is echt super mooi. Heel blij mee. En dan denk je niet, Lisa, laat ik hem aan mijn zus gunnen? Nee, ik zei net Lou, sorry. Ik had hem niet weggegeven, want dan waren mijn teamgenoten wel erg boos geworden, denk ik. Hoe voel jij je in de kopgroep? Ja, best wel goed op zich. Ja, ik reed wel gewoon lekker. En op een gegeven moment liet Turner natuurlijk eerder afzakken. Dus ik dacht, nou, nu is het ook niet echt aan mij om heel hard over te nemen. En die andere meiden moesten er eigenlijk allemaal af. Ik dacht, nou ja, wij kunnen nog wel even doortuffen. Dus nee, ging hartstikke goed zo. En toen kwam mijn team natuurlijk ook ons ophalen. Dus toen hadden we eenmaal een mooie stoomtrein. Dat denderde nog wel door. Ja, ging echt goed. En dan zit je met z'n tweeën vooruit. Heb je dan nog contact halverwege de wedstrijd? Nou, niet echt contact, maar ja, weet je, ik had het zonde gevonden als bijvoorbeeld Loes dan in de finale zou vallen. Dus ik liet er dan bijvoorbeeld wel even ertussen in de sprint. En ja, eigenlijk moest ik in de finale dat we met z'n tweeën reden alleen maar lachen. Maar ik denk, nee, je moet blijven focussen. En de hegemonie van Zaalander doorbroken. Ja, eindelijk. Ja, eindelijk. Ja. En ook eindelijk voor jou. Wat gaat er nu door je heen? Ja, ik besef het nog niet helemaal, maar ik ben er echt super blij mee. Gewoon het gevoel in de wedstrijd was al echt goed. En dat het dan zo wordt beloond is echt, ja, super vet. Echt heel blij mee. Geniet ervan op het podium. Ja, dankjewel, ga ik doen.